Ik ben Allard van Omega. Welkom bij het laatste deel van het Scope 12-4-luik, waarin we ingaan op de aanvulling van bepaalde normen. Een hele bekende discussie is het verhaal over de connectoren. Wat is daar nou eigenlijk aan de hand? We hebben te maken met verschillende fabrikaten connectoren, en in de NEN 1010 wordt daar iets over gezegd. Zo is het volgens de NEN 10 het combineren van stekers en contrastekers van verschillende fabrikaten alleen toegelaten, indien beide fabrikanten de compatibiliteit van die steker en contrasteker combinatie onderschrijven. Dat is in de praktijk ontzettend lastig. We zien het vrijwel in elke installatie dat er verschillende connectoren op elkaar aangesloten zijn. Dat brengt een brandrisico met zich mee. Kortom, wees je bewust van dat je bij het verlengen van de bekabeling eigenlijk altijd dezelfde connectoren toepast. Want heel veel fabrikanten geven geen compatibiliteitsverklaring af. Oftewel, je komt niet weg met een verklaring van één fabrikant. Je hebt ze altijd van allebei nodig. En wij zien dat het in de markt ontzettend veel problemen veroorzaakt. Uiteindelijk wil je dus dat dat niet aan de hand is. We hebben in scope 12 nu gesteld... Let op, wanneer je van een specifieke combinatie van een steker en contrasteker door een Nederlands conformiteit beoordelende instanties is aangetoond dat deze voldoet aan de 62852 norm middels testen en vastgesteld is dat de materialen dezelfde eigenschappen hebben en elkaar niet negatief beïnvloeden, dan is die combinatie toegestaan. Kortom, met scope 12 inspecties heb je een escape mits je die testen hebt laten uitvoeren of door de fabrikant is uitgevoerd. Een andere leuke is de indaksystemen, met name de hoogst toelaatbare stromen. In de N10 wordt namelijk gesteld dat de kabels die bloot worden gesteld aan directe opwarming aan de onderzijde van de PV-panelen voor dimensionering en rekening moet worden gehouden met een omgevingstemperatuur van minstens 70 graden. Bij indaksystemen zien we vaak temperaturen die vele malen hoger liggen. Kortom, bij scope 12 is men een stukje strenger geworden. Bij indaksystemen moet je dus uitgaan van een hogere temperatuur, in dit geval 85 graden. En je zult zien dat dat een hogere dimensionering van de bekabeling oplevert. Oftewel minder opwarming van de bekabeling en de connectoren. En uiteindelijk een lager brandrisico. Want dat is wat we willen. Een andere mooie aanvulling in bijlage 4 van technisch document 18 is een verduidelijking op het maximale stroom van een omvormer. Mag er mag geen rekening worden gehouden met begrenzing door aanpassing van interne instellingen van de omvormer. Dit betekent niet dat je hem niet mag afknijpen, dat mag wel. Echter, je moet altijd rekening houden dat door eventueel een fout of door een instellingsfout, uh, dat die instellingen onbedoeld ongedaan gemaakt kunnen worden. Dus je moet zorgen dat je bekabeling voldoende dik is en dat die zekering ook voldoende uitgerust is om de maximale stroom van die omvormer aan te kunnen. Ook al knijp je hem af, altijd uitlijnen op het vermogen wat erop aangesloten zit. Op voorwaarde dat de leiding geschikt is voor de maximale stroom die de omvormer kan leveren, mag beveiliging tegenover belasting achterwege blijven. Kortom, door derating, door de onderling opwarmen van beveiligingstoestellen, dienen vaak beveiligingstoestellen met een dusdanig hoge nominale aanspreekstroom te worden gekozen dat de voorwaarde niet kan worden gehandhaafd. Doordat de omvormer geen hogere stroom kan leveren dan de maximale stroomsterkte volgens specificaties, is de beveiliging tegen overbelasting dan ook niet noodzakelijk. Kortom, scope 12 biedt je zeker mogelijkheden, maar zegt ook iets over het maximaal beveiligen van je installatie. Dat is mega belangrijk, dat zullen we allemaal beamen. Een andere mooie uitzondering, of eigenlijk uitzonderingen, een toelichting op reeds bestaande bepalingen. Is dat het toepassen van een aardlekschakelaar in de agrarische sector met name euh, niet noodzakelijk is, mits het risico op brand niet groter wordt? Een aardlekschakelaar beveiligt in zeker in sommige gevallen tegen brand. Oftewel, in een stoffige, vochtige omgeving kan er makkelijk een overslag plaatsvinden. Daarom is het belangrijk dat er in de agrarische sector altijd een aardlekschakelaar wordt toegepast. Hou daar rekening mee. Er is een uitzondering. Enkele verzekeraars zeggen van we mogen de omvormers loskoppelen van het gebouw, 10 meter, en dan op een eigen aansluiting in een transformatorhuis aansluiten. Dan is het geen enkel probleem. De laatste aanvulling is in afwijking van de norm geleiders van aluminium zijn toegestaan tussen stringcombinerboxen en omvormers. Indien het materiaal daarvoor geschikt is. Voer daarom alsjeblieft een extra controleslag uit. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het vierluik van Omega Energie Techniek. We hopen dat je wat bij hebt geleerd over technisch document 18 en Scope 12. En wellicht zien we jou bij een inspectie of een opleiding. Graag tot ziens. Dankjewel voor het kijken.